Welkom bij de eerste allround oefening. Daar is het de bedoeling dat we eigenlijk alles wat we gezien hebben gewoon verder trainen. En eigenlijk komt er niks bij van nieuwe structuren of nieuwe ideeën. Elke oefening bevat wel zijn specifieke uitdagingen. Goed, in de eerste oefening moeten we getallen inlezen tot we een 0 hebben. En dan moeten we het kleinste en het grootste getal dat gepasseerd is gaan afdrukken. Eerst de kleinste, dan een spatie, dan de grootste. Als je een 0 heeft meteen, dan is er geen data en dan wordt er gevraagd om gewoon twee nullen af te drukken. Goed, laten we eens proberen. De basislus, die kennen we al, of zouden we stilaan moeten kennen. Je kunt het ook anders stellen. Als de basislus een probleem is en je begrijpt dat niet, dan zit je waarschijnlijk naar een filmpje te kijken dat te ver gevorderd is voor jou. En dan moet je zeker eerst zorgen dat je de andere oefeningen hebt. We gaan dat omzetten naar een int. En met een while gaan we zeggen, zolang dat getal niet gelijk is aan 0, doen we gewoon lekker verder en lezen we nieuwe getallen in. Dus die basislus, die zit er al in. Als we dat demonstreren, dan, en ik ben nog met de verkeerde oefening bezig, eventjes mijn file gaan instellen als startup file. En die basislus doet dan dit, hè. Goed, en van zodra je een 0 krijgt, dan stopt hij. Goed. Hoe kunnen we nu het kleinste en het grootste getal aan de kant gaan zetten? Het probleem is dat we die getallen niet kunnen bijhouden. Als we die getallen allemaal zouden kunnen bijhouden, dan zouden we op zoek kunnen gaan, met een lus inderdaad, naar het kleinste getal en het grootste getal. Dat is ook wat dat de meeste mensen zouden doen. Nu, stel jezelf voor dat je allemaal getallen binnenkrijgt. En die komen snel, die worden gedicteerd en jij moet ze opschrijven. Dus probeer je in de plaats van de computer te stellen. Dan is je beste poging, denk ik, de getallen allemaal op te schrijven. Maar als dat niet lukt, dan zou je kunnen zeggen, ik ga de kleinste en de grootste die ik tot nu toe gehoord heb, gaan opschrijven. En als ik een kleinere hoor of een grotere, dan schrap ik die kleinste of die grootste en vervang ik hem door die nieuwe getal dat is ingelezen. Kunnen we dat doen? We zouden kunnen zeggen dat ik de kleinste en de grootste ga bijhouden. Dan is de vraag natuurlijk, wat moet het kleinste in het begin zijn en grootste in het begin zijn? Heel veel programmeurs hebben hier de neiging om te gaan zeggen, wel, kleinste, dat moet iets zijn dat we arbitrair kiezen. Ik ga dat eventjes op 0 zetten bijvoorbeeld. En grootste ook op 0 zetten. En dan kunnen we wat doen? Eigenlijk, het basisidee is dat als het getal groter is dan de grootste, dan betekent dat, dus er komen altijd getallen binnen in die lus, wordt een getal ingelezen, en als dat niet 0 is, dan wordt het verwerkt. In andere woorden, als dat getal groter is dan grootste, dan hebben we een nieuwe grootste gevonden. Dus dan wordt grootste gelijk aan dat getal. Nou. Ik schrijf dat hier op één lijn. Ik doe dat als ik weet dat de if geen als bevat en maar één opdrachtje bevat. Dus dan is dat nog leesbaar. Dus dat durf ik mij te permitteren. Je kunt hetzelfde doen met kleinste, en dat is onafhankelijk daarvan. Je zou kunnen zeggen, ik ga een als erbij zetten. Want eigenlijk als ik weet dat hij al de grootste is, dan kan hij misschien de kleinste niet meer zijn. Maar goed, misschien kan dat met het eerste getal wel. Oké, we gaan het eventjes simpel houden. En dan kunnen we het altijd nog optimaliseren later. Voor de leesbaarheid zeggen we, als we een getal hebben dat kleiner is dan het kleinste, tot nu toe. En dus als naam zou je eigenlijk kunnen nemen, kleinste tot nu toe, of grootste ingelezen getal. Dan hebben we een nieuwe kleinste gevonden, namelijk het getal. Ziezo. Dan kun je gaan zeggen, achteraf, ik ga, als de lus klaar is, grootste en kleinste afdrukken. En dan gezien er een spatie tussen moet, kunnen we van de Python print opdracht gebruik maken door ze te scheiden van een komma en zeggen druk die twee dingen af en hij zet er automatisch een komma bij. Grootste en dan nog een einde lijn karakter dat leeg is, met andere woorden geen nieuwe lijn nemen. Even kijken als dit werkt. Ik geef 1, 2, 5, 78 in en dan geef ik iets in dat het kleiner is. Min 5. En dan plotseling 90, en dan gaan we nu een keer naar 0, dan zouden we min 5 en 90 moeten zien staan. En dat lijkt correct. Ik heb nu de kleinste en de grootste op het einde gegeven. Misschien is dat
een gelukkig toeval, dus ik ga toch nog eventjes ze gewoon in het midden zetten. Dan gaan we zeggen, kijk, 8 is de grootste tot nu toe. En dan hebben we nog een 2 en dan nog een min 8 en dan nog een min 3 en een min 2 en nog een 1. En dan zijn de kleinste min 8 en de grootste, of is de kleinste min 8 en is de grootste 8. En dat is exact wat dat ding doet. We hebben een probleem, zonder dat we het beseffen, namelijk als de kleinste start met 0 en alle getallen zijn groter dan 0, dan zou het wel eens kunnen zijn dat dat verkeerd gaat. En dat gaan we eens doen. 1, 2, 3, 4. Dus de grootte is 4. En hij heeft dus als kleinste 0, dat klopt. Even kijken, als de kleinste 0 is, dan zal er niks kleiner zijn en dan blijft de kleinste 0. En dan hebben we een probleem. Misschien heb je het niet meteen gezien. Dus 1, 2, 3, 4 en 0. Maar de 0 mocht niet meetellen. Ja. En toch hebben we als kleinste 0. Dus kleinste zou 1 moeten zijn in dit geval. Want de 0 is Sentinel, telt niet mee. Idem voor de grootste. Als de grootste 0 is en we geven allemaal negatieve getallen op. Ziezo, dan is de kleinste min 3. En de grootste zou moeten min 1 zijn. En toch geeft hij 0. En dat komt natuurlijk door de initialisatie. Dus als alles kleiner is dan de kleinste, dan is die eerste waarde niet correct. En als alles groter is dan die als alles groter is dan die kleinste, dan is die kleinste niet correct en zal er nooit een kleinere gevonden worden. En dan is wat toevallig hier de kleinste is, de waarde die je zult te zien krijgen. Veel programmeurs proberen dat op te lossen door te zeggen, de kleinste is een zeer groot getal. Ik ga nu overdrijven. Goed. En de grootste is een zeer klein getal. Dus, goed. En dan los je dat wel op, want als je min 1, min 2, min 3 geeft en een 0, dan krijg je nu wel min 3 en min 1 als kleinste en grootste. En de andere kant zal ook werken. Dit is natuurlijk wel gefoefel. Ja. En eigenlijk is een veel mooiere oplossing, een veel elegantere oplossing, dat je zegt, kijk wel, mijn eerste getal is sowieso de kleinste en de grootste, want ik heb nog niks anders gehad. Ja, maar meneer, en als dat 0 is, wel, dat heeft dat niet, want als dat 0 is, zal deze lus nooit uitgevoerd worden en gaat hij 2 nullen afdrukken. Met andere woorden, wat eigenlijk gevraagd werd in de opgave en wat hij initieel als speciaal geval lijkt te zien, is hier gewoon een lucky strike, dus we hebben dat cadeau. Dat is natuurlijk wel een beetje voorbedacht te raden in mijn oefeningen, maar hoe dan ook, de boodschap blijft opnieuw. Eerst programmeren voor de normale gevallen, dan kijken wat het doet met de speciale gevallen en dan kun je nog altijd code schrijven als blijkt dat dat nodig is. Ziezo, dit was hem voor de eerste oefening van de Allrounders.